Wij gaan vandaag iets doen wat wij nog nooit eerder gedaan hebben. Wij gaan voor het eerst een auto testen die minder dan 250 pk heeft. Als een coupé staat voor sportiviteit en een hatchback voor gebruiksgemak, waarom is er dan geen auto die deze waarden combineert? Hyundai heeft hier het antwoord op gevonden. De Veloster. Niet alleen de bijzondere vormgeving van deze auto maakt de wagen zo uniek. Het zijn ook de deuren, want hij heeft er namelijk drie. Eén links, twee rechts. Zoals je ziet. Dit is niet alleen puur omdat het praktisch is. Het is ook gekozen voor de veiligheid. Wanneer je rechts uitstapt in Nederland, stap je altijd uit aan de veilige kant, de stoep. Dit hebben we eerder gezien bij de Mini Clubman. Alleen toen maakte het niet uit of je de auto kocht in Engeland of in Nederland. De deuren zaten altijd rechts. Nou, ik heb even een aantal kilometers gereden met de Hyundai Veloster. En die zijn mij heel goed bevallen. Zullen jullie wel denken, Pieter houdt er toch alleen maar van om in snelle auto's te rijden? Nou, nee. Pieter houdt er namelijk ook van om niet zo vaak aan de pomp te staan. Dat is natuurlijk weer goed voor de portemonnee. Deze Hyundai Veloster die wordt aangedreven door een 1,6 liter grote GDI motor. Zonder turbo's. Nou, die motor levert 138 pk. Dat is op zich een fijne motor. Vanaf onderin niet erg snel. Boven de 3000 toeren wil die best gaan. Maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Dan zullen jullie wel afvragen, waarom is deze auto dan zo zuinig, een 1.6? Nou, dat heeft allemaal te maken met het Blue Drive systeem. Dat is een systeem die in de auto constant de spanning van de accu controleert. Ja, en als die accu dus op goede spanning is, dan hoeft de dynamo zijn werk niet te doen. En dat scheelt enorm veel kracht. Nou, die kracht hoeft hij dan dus ook niet te leveren om meer prestaties te halen. Ja, en heeft de motor gewoon minder moeite met het rijden van ongeveer 100 km per uur of 120 km per uur. Nou, heeft ook deze auto nog een start-stop systeem. In totaal stoot deze auto 137 gram per kilometer uit. Nou, dat is voldoende genoeg, hè? Laten we daarop houden voor 20% bijtelling. Dan is het dus zakelijk ook nog interessant om deze auto te gaan rijden. Ik ga deze auto weer inleveren, want wij weten dat Hyundai nog wat leuks heeft, namelijk de Genesis Coupé, 3,8 V6. En die gaan jullie volgende keer.